Flamingo Airport is inderdaad 79 jaar. Maar eigenlijk begon het al 10 jaar eerder. Met de aanleg van een luchthaven. Op Trai in Montagna. In 1935. En vanaf 1945 op de plek die we allemaal kennen als Flamingo Airport. En in die tijd volgden heel veel mijlpalen. Een uitbreiding van de terminal, een nieuwe terminal, een uitbreiding van de baan, meer vluchten. En in april 2001 werd de NV opgericht, BIA NV, Bonaire International Airport. 4 jaar later ging het personeel over. En daarom vieren we elke dag in april de BIA-dag met ons eigen personeel. Zo ook weer over 2 weken. En sinds een aantal jaren vieren we dat ook met jullie, want we doen het samen. Flamingo Airport zou niks zijn zonder de steun van alle partijen die hier vandaag zijn. Samen doen we het. Ja, we verbinden het eiland en dat doen we op een manier die echt past bij Bonaire. Maar er komt heel wat bij kijken. Veiligheid staat voorop. We hebben zojuist nog de baanverlichting bekeken met de minister. We zijn heel druk bezig om dat binnenkort te gaan vervangen. Nou weet ik wel, dat maakt niet zoveel los bij de meeste reizigers. Maar als je het niet hebt, heb je wel een probleem. En Flamingo Airport groeit. Afgelopen jaar vervoerden we ruim 3% meer reizigers. Samen met de airlines, samen met jullie allemaal. En in het eerste kwartaal was dat zelfs al 7%. En dat komt natuurlijk omdat er nog best een paar lege kamers op het eiland zijn. En we richten ons dan ook op verbindingen die echt iets toevoegen aan het eiland. Die toeristen brengen die we graag zien. Maar voor en eens en vooral is het ook het inter-island verkeer wat we echt willen faciliteren. Betaalbare verbindingen tussen de eilanden zijn echt van groot belang voor alle inwoners van de eilanden. En de regionale airlines doen het eigenlijk hartstikke goed. Ze doen wat ze kunnen. Ze vervoeren ons naar trouwerijen, naar ons werk, naar onze familie. En we proberen dat echt verder te stimuleren en samen uit te bouwen. Aan de andere kant starten ook een aantal nieuwe airlines. WestJet uit Toronto is gestart. En we hebben juist vandaag samen met TCB, Bomhata en alle partners kunnen aankondigen dat ze volgend jaar weer komen. Dus dat is een groot succes. En zeker al zo vroeg in het seizoen. WestJet zag echt, dit is goed, dit is de toekomst. De vooruitzichten zijn dat het vervoer van en naar Bonaire zal toenemen. En het is dan aan ons om veilig en met de juiste kwaliteit en capaciteit dat te faciliteren. Dat geeft een hoop uitdagingen, zei ik al. En er werden al een aantal projecten genoemd die we de laatste tijd hebben gerealiseerd. Voor de meeste mensen echt zichtbare verbeteringen. Maar achter de schermen gaat er nog veel meer gebeuren. We werken plannen uit voor een uitbreiding van de platformen. We werken plannen uit voor een uitbreiding van de terminal. Zodat we op tijd klaar zijn voor de toekomst. Ook werken we aan commerciële plannen, want we moeten het ook kunnen betalen op een of andere manier.